Goedendag, dames en heren. Mag ik de vergadering openen? Dat doe ik namelijk met veel plezier. Welkom. We hebben geen afwezigen. En agenda punt 2, spreekrecht burgers. Ook vandaag ook niet. Er zijn vandaag geen vragen. En zo kom ik bij agenda punt 4, vaststelling van de agenda. Mag ik hem vaststellen zoals die voor ligt? Doe ik dat. Is dat ook gebeurd. Dan heb ik twee akkoordstukken. Agenda punt 5, integraal huisvestingsplan. Ik kijk even rond. Ja, mee eens? Akkoordstuk. Meneer Wildvank, ja. Hoeft dan een stemverklaring? Ja, ik kon er helaas niet bij zijn, de vorige commissievergadering. En mijn collega heeft dat voor mij waargenomen en de ruimte gecreëerd om even een stemverklaring te mogen afleggen. Daar wil ik graag gebruik van maken, ik zal het heel kort houden. Wij stemmen graag in met de visie zoals die is verwoord, dat voor alle duidelijkheid. Onze stemverklaring houdt eigenlijk niet meer in dat we vinden dat, ja, dat om wat voor reden dan ook, en soms is dat kleinschaligheidstoeslag, wordt het, de optimale oplossingsrichting soms verlaten. En dat vinden wij wel een beetje jammer. En die kanttekening zou ik graag gemaakt hebben, dat in onze ogen iets te gemakkelijk soms die optimale oplossingsrichting wordt losgelaten. Voor het overige kunnen we ons prima vinden in de visie. Dank u wel, mevrouw Lasse, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij stemmen in. We hebben bedenkingen ten opzichte van de geformuleerde visie. Met betrekking tot het streven naar één kindcentrum per kern. En bij het streven naar het werken vanuit éénzelfde pedagogische visie. Dat is onze stemverklaring. Volkomen duidelijk. Dan kijk ik nu rond of ik over mag gaan tot stemming. Mag ik een beeld? Ja. Integraal huisvestingsplan onderwijs 2015-2018. Het voorstel is om het integraal huisvestingsplan 2015-2018 vast te stellen. Ik kijk even rond. U kunt er allemaal mee instemmen. Dat is zo. Dan is er agenda punt 6. Overdracht aandelen WESO. Ik kijk even rond. Mag ik hem in stemming brengen? Ja. Het voorstel is om in te stemmen met de overdracht van de gemeentelijke aandelen in WESO NV aan de gemeente Zwolle per 1 januari 2016. Met het door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling WESO opgesteld liquidatieplan en daarmee de definitieve opheffing van deze gemeenschappelijke regeling. En tot slot in de dekking van de kosten te voorzien door eenmalig een bedrag van €298.000 ten laste van de exploitatie 2015 te brengen. En ik kijk rond, gaat u allemaal daarmee akkoord? Dat doet u allemaal. Dan is dat met algemene stemmen aan. Dan ga ik nu naar de bespreekstukken en dan kom ik bij agenda punt 7, dorp aan de vecht, kadernota centrumvisie Dalfsen. Bijna alle fracties hebben zich wel positief uitgelaten voor het voorstel, maar het is nog op een aantal punten aangepast. En wij wilden eigenlijk wel weten of dat nog aanleiding voor vragen geeft. Het is niet onverwacht, maar het is wel nieuwe informatie. Dus ik kijk even rond of daar behoefte aan is. Meneer Rooijakkers? Ja? Geen vragen? De informatie zelf is helder. Dan wil ik graag naar de oordeelsvorming toe. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. We hadden evenals een aantal andere partijen bij de vorige behandeling in de commissie nogal wat vragen en nog wat opmerkingen. En ik moet zeggen dat tot mijn vreugde de bijgestelde nota aan heel veel van die opmerkingen recht doet. En dat het, denk ik ook bij nader inzien, en misschien dat het college dat ook vindt, een veel beter stuk is geworden waar we met recht en positief mee zullen instemmen. Dank u wel. Nu is het onze opdracht om wijzigingen naar aanleiding van opvattingen van de Raad altijd als een verbetering te beschouwen. En die opdracht die vervullen wij met vreugde. Anderen nog? Voorzitter, ik zou zelfs durven zeggen fundamentele verbeteringen. Fundamentele verbeteringen, dank u wel. Anderen nog? Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Een paar opmerkingen. Eén is wat meer van algemene aard dat nu met de verbeteringen ook wel heel wat detailvoorbeelden toegevoegd zijn. En ik, nou, voor een kaderstelling is dat misschien wat over de top. Maar voor, we zijn met de details wel eens, dus mooi laten staan. Voor wat betreft, ontkom ik hier aan op pagina geweest. Dus, pagina 8 is nu toegevoegd, een heel stuk grijs voor de kijkers thuis. Dat vertegenwoordiging van de winkeliers en horecaondernemers in de Prinsenstraat en de Kerkplein wordt gevraagd actief mee te denken. Terwijl we nu juist ook in de commissievergadering nadruk hebben stilgestaan bij, bij de begrenzing van het gebied. Maar zeker de straat als de Wilhelminastraat zou ik echt ook hier niet uit willen sluiten. Want dat is nou juist het onderdeel dat ook van die kant
dat onderdeel juist uit moet gaan maken van de visie die we met elkaar gaan neerleggen. Dus wat ons betreft is dat een iets te magere weergave. En verder zien we dat hier nu gesproken wordt over de ondernemers die er zitten. Maar ik kan me nu eens voorstellen, ook gezien onze visie, dat we de belangrijkste economische pijler is het toerisme, vooral onze kern. Dat het vanuit toerisme hier nog nadrukkelijk wordt meegekeken. Dus de beleving, anders dan dat je daar per se je omzet haalt als winkelier. En dat DALFS ook meer is dan alleen dat. Het is meer dan alleen maar kopen, het is ook een stuk beleving. Omdat juist die kwaliteit zorgt dat DALFS zo'n aantrekkelijk gebied wordt voor onze toeristen. En dat is juist met onze kern voor ogen. Voor de rest, voorzitter, prima stuk geworden. Procesmatig de enige nog dat wij als raad denk ik wel graag ook gaandeweg een vinger aan de pols zou willen houden. Dus dat we niet straks met een voldongen voorstel gaan komen en dan moeten tekenen of moeten wegstemmen. Dat is jammer voor de energie in het proces. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. In de commissie hebben we een aantal opmerkingen gemaakt over afbakening, burgerparticipaties, scenario's en het inzetten van de stadsbouwmeester. En wij kunnen niet anders concluderen dan dat het college uitstekend heeft geluisterd. Deze notitie voldoet op al die punten. Ja, dat is echt dat is mooi vertaald, moet ik zeggen. Ik wil nog wel inderdaad even aansluiten bij het laatste punt van de uitslag. En dat gaat over die tussenstappen die we met elkaar nemen, in scenario's misschien wel. Dat het inderdaad niet een kwestie is van voor of tegen, maar dat je met elkaar meedenkt. Waarbij we ook heel nadrukkelijk wel dan ook de financiële consequenties van allerlei mooie dingen wel ook willen meewegen. Maar verder een prima notitie. Dank u wel. Meneer Raamaker, gemeente Belangen. Ja, dank u voorzitter. We hebben ook gekeken naar het stuk en ook gezien de commissie kunnen we zeggen van dat er wat breder is gekeken naar deze visie, een kaderstellend document, dus er komt nog en er volgt nog van alles. We zijn in ieder geval blij dat het dorpsraad van de Dalfsen nu wordt aangepakt. We hebben een paar aandachtspunten meegegeven van gratis parkeren. Nou, die staat elk jaar bij ons in het verkiezingsprogramma om de 4 jaar. De routing heb ik vorig jaar aangegeven dat die heel belangrijk is. Vroeger liep je zeg maar richting Cambier en dan ging je weer terug en zei van verder is er niks meer. Dus ik denk, en daar heeft de heer Van Leeuwen ook al als wethouder een antwoord op gegeven, die routing is zeer belangrijk dat je dat rondje maakt straks ook langs de kade en dat je via de Julianastraat weer terugkomt. Want vroeger was de Julianastraat en het kerk, of het koffiestraatje, er was altijd een aandachtspunt waar weinig gebeurde. Dus maak daar de mensen nieuwsgierig voor dat stukje wanneer ze terugkomen lopen tussen de Albert Heijn door en dan straatje weer in van het koffiestraatje en de Julianastraat. Zorg dat je die erbij betrekt. De inrichting duurzaam en hufteproef, want er wordt dan links en rechts wel eens een keer wat vernieuwd. En ik heb in de commissie naar haar gehaald met de burgemeester, die gaf aan, er komt een fontein hier op het plein voor het gemeentehuis. Nou, probeer nog wat water toe te voegen als dat mogelijk is, want water leeft altijd, dus misschien kunnen we daar nog wat mee in het centrum. In de commissie kwam nog aan de orde, volgens mij kwam het CDA ermee met het afsluiten van de Prinsenstraat. Wees daar nauwkeurig in en ga daar in ieder geval een diepgaand onderzoek op afstemmen, want ik zie in heel veel gemeentes waar dus de kern is afgesloten, dat de rest door is. Dus dat zou de doorsteek kunnen worden voor Dalfsen als de auto's daar langs heen rijden. Nu heb je toch nog wat mensen die dus een trasje zoeken of een winkel pikken. En als je het helemaal afsluit, dan rijden ze voorbij. Dus kijk daar goed naar en overleg daar ook goed met die ondernemer. Want die ondernemer die moet de boterham verdienen daar aan, zeg maar, of in het dorpshuis van Dalfsen. Nou, het rapport typisch Dalfsen is een mooie onderlegger voor het geheel, maar ik wil toch wel extra benadrukken, de ondernemer die moet zijn boterham verdienen, dus laat die daar een goede participant in zijn. Ik sluit af, voorzitter, het begin is goed, iedereen heeft het nu over hier bij de brug, dat er mooie dingen gebeuren en ik hoop dat het einde ook goed wordt, dat we dus een heel mooi centrum krijgen, een bruisend dorp hart van Dalfs. Dank u wel. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. De aanpassingen zoals die zijn gedaan naar aanleiding van datgene wat er in de commissie is besproken lijken
blijken. Misschien wel een verbetering wat ons betreft. Vooral de verruiming van het gebied. Het gebied wat onder de ogen wordt gezien is wat ons betreft een verbetering. Ik wijs er nogmaals op dat het gebied rond de kerk niet alleen autoluw zou moeten zijn. Maar dat je vooral moet voorkomen dat daar een soort rotonde, heb ik het geloof ik de vorige keer genoemd. Zo'n rondrijdende verkeersstroom moet ontstaan. En het moet een centrum worden waar het prettig verblijven is. En waar je dus niet struikelt over geparkeerd blik. Nou, is er ook helemaal niet aan de orde, maar ik wil het toch maar even gezegd hebben dat we een balans moeten zien te vinden tussen enerzijds wel de toegankelijkheid, ook door mogelijk een aantal auto's, maar dat we toch ook wel vooral de voetganger of de te voet verblijvende gast ook in het oog moeten houden. Nou, helemaal zonder auto's zal niet gaan, maar proberen het te beperken. Voor het overige vinden wij dat het een mooi stuk is geworden. Graag akkoord. Dank u wel, meneer Schuring, VVD. Dank u, voorzitter. Het is al meerdere keren benoemd. Opmerkingen vanuit de commissie die zijn mooi meegenomen. Compleet stuk nu geworden. Was het al, maar het is completer geworden. In mijn beleving is het nu meer een aanzet geworden tot een centrumvisie, maar dan met hoofdletter centrum voor het gehele centrum en niet verwijzend naar andere stukken. Aandacht voor de vele zorgen die ingebracht zijn is meegenomen. Belangen van ondernemers, bewoners, bezoekers worden meegenomen. Ik denk goed om verder uit te werken en wens de mensen daar veel succes mee. Ik hoop dat ons centrum een toekomstbestendige visie krijgt waarin de trends meegenomen worden, zoals de verschuiving van het winkelgedrag. En dat is eentje waar de trendwatchers natuurlijk dagelijks over spreken. En, het gaat sneller dan we met z'n allen hebben gedacht in het verleden, volgens mij. Maar ook een individuelere maatschappij zal er eentje zijn waar we met z'n allen mee te maken gaan krijgen en die we in die visie terug zullen gaan zien. Dus we wensen wel graag tussentijds op de hoogte gehouden te worden. Dat zou prettig zijn. Dank u wel. Dan denk ik dat ik het in stemming kan brengen. Wethouder van Heer, heeft u nog behoefte aan een reactie? Kunt u hem kort houden, ook gezien het feit dat we wel al in de oordeelsvorming zitten? Voorzitter, u kent mij, ik ben altijd kort van stof. Ik ken u inderdaad. Ik wil even reageren op de opmerking van de heer Uitslag van het CDA. U kunt dat als een omissie onzerzijds beschouwen. De Wilhelminastraat ondernemers die worden ook zeer zeker betrokken bij de planvorming. Dus dat kunt u als toezegging noteren. ChristenUnie financiële consequenties die gaan volgen als we vanuit de visie de plannen gaan uitwerken. Dus dat komt allemaal terug. Alleen te zijner tijd. Routing helder. Afsluiten Prinsenstraat. Nou, ik kan u geruststellen, de ondernemers zijn er nauw bij betrokken. En die zullen, als we met een co-creatie bezig gaan, daar ook zelf hun nodige zaken over naar voren kunnen brengen. Tussentijds op de hoogte, VVD, de Raad komt nog weer. We komen weer terug bij de Raad en u komt vanzelf weer aan zet. Dank u wel, wethouder. Mag ik het in stemming brengen? Voorzitter? Ja, meneer Uitslag, CDA. Ik vind het leuk om toch een debat te kunnen voeren in de Raad. We zitten hier niet voor niks bij elkaar natuurlijk. Dank in ieder geval voor de beantwoording, wethouder. En ik heb wel even behoefte om te reageren, omdat ik geciteerd word, maar slechts half geciteerd word, hè, over afsluiting van de Prinsenstraat. Dat doet zomaar een suggestie dat ik de hele... Ja, dat, maar ik wil zeker weten dat u het goed begrijpt. Hè. Dat niet de hele Prinsenstraat eraf gesloten, maar we hebben gezegd, onderzoek is of een stukje van de Prinsenstraat, hè, om de pleinvorming rond het kerkplein, om die beleving te vergroten, om slechts vanaf Stegeman tot aan de Chinees, hè, niet groter, maar onderzoek daar nou alsjeblieft eens om te kijken wat dat aan meerwaarde zou kunnen betekenen, juist voor de beleving op de terrassen, juist om een ondernemer daar zijn brood te kunnen laten verdienen. Niet meer, niet minder, maar het is voordat het te groot wordt gemaakt. Ja, dat heeft u goed verstaan, wethouder Van Leeuwen, dat dit de vraag was om het te onderzoeken. Ja, helder. Net zo goed als het ook geen rotonde moet worden. Het is allemaal duidelijk. Oké. Dank u wel. Ik kijk toch nog een keer rond. Kan ik naar de afsluiting toe? Dat kan ik. Dan komt hij in beeld. Agenda punt 7, Dorp aan de Vecht, kadernota Centrumvisie Dalfsen. Het voorstel is om 1. De kadernota Dorp aan de Vecht, Centrumvisie Dalfsen vast te stellen en 2. De ruimtelijke consequenties van deze kaders nader te verkennen in de realisatiefase van dit visieproject. U gaat akkoord. Dat doet u allemaal. En dat is met algemene stemmen aangenomen. Dank u wel. Dan komen we bij
Agenda punt 8. Actualisering algemene plaatselijke verordening. Het voorstel komt rechtstreeks in de raad. De agendacommissie heeft ingeschat dat het een technische aanpassing is. De portefeuillehouder heeft het ook geprobeerd om een technische aanpassing te laten zijn. Maar het zou kunnen dat hij zich ergens vergist heeft. En we doen gewoon de procedure in 2 termijnen, als u daar behoefte aan heeft tenminste. Dus wie van u mag ik uitnodigen voor een informerende vraag? Meneer Rooijakkers, D66. U brengt het als technische aanpassing, maar volgens mij zitten toch wel hier en daar politieke besluiten in. Bijvoorbeeld, de ondernemingsvereniging Lemelenveld heeft een verzoek ingediend om tot een uitbreiding van 12 kopersondagen per jaar. En in het stuk wordt kortzijdshalve naar het coalitiedocument verwezen, maar volgens mij is dat een politieke uitspraak en geen technische. Dus persoonlijk denk ik, we hebben hier eerder gesproken over winkel op zondag. En er zijn partijen die hebben gezegd van ja, we moeten de ondernemers tegen zichzelf in bescherming nemen. En we hebben het al zo moeilijk en laten ze dan op die zondag nog een rustdag nemen. Maar in dit geval is het zo dat de ondernemers in Lemelenveld gevraagd hebben om op 12 zondagen per jaar open te zijn. Dan lijkt me dat argument niet stand houden. Dus ik wil toch even misschien in het midden gooien of dat we die, dat verzoek niet wat serieuzer moeten nemen. Andere. Meneer Wildvang. Ja, ik wil graag op dat punt van de heer Rooijakkers aanhaken. Eerlijk gezegd had ik me dat voorgenomen om dat in de oordeelsvormende fase pas te doen. Want ja, inderdaad, er wordt verwezen naar het coalitieakkoord en daarmee lijkt het ook wel een soort voldongen feit te zijn. Maar goed, nu hij de vraag stelt, haak ik er graag op aan, want ik heb eigenlijk wel dezelfde vraag. Wij zouden in ieder geval geen moeite mee hebben om wel aan die wens tegemoet te komen. En ik ben het graag met de heer Rooijakkers eens dat het nu de vraag is van de ondernemers zelf. Ja, waarom zou je er dan tegen willen houden? Waarom willen we hier nou zo bevoogdend optreden? En ik stip ook nog even aan dat in de eerste keer dat we hierover, bij de eerste keer dat we hierover besloten, x aantal jaren geleden, om dit mogelijk te maken, was het ook nog net de coalitie en waren het de coalitiepartijen die dat mogelijk hebben gemaakt. Dus dat vind ik wel een wat bijzonder aspect daaraan, hoewel ik dat verder niks toe doet wellicht, maar dat vind ik wel een bijzonder aspect dat het nou net die twee partijen waren die het mogelijk hebben gemaakt. Wij zouden er in ieder geval geen moeite mee hebben, dus ik zou het wel in discussie willen hebben. Meneer Schuring. Ja, daar kan ik niet achterblijven. ik vind het altijd wat dat betreft een beetje een wonderlijke formulering dat we het hebben over mogelijkheden tot zondag openstelling, terwijl we het eigenlijk hebben over verplichte zondagsluiting op dit moment. En wat mij betreft zou daar wel meer ruimte in mogen komen. En zeker op het moment als inderdaad ondernemers daar zelf om vragen. Maar ik kan me ook voorstellen dat andere ondernemers daar ook wel wat de ruimte voor zoeken. Ik begrijp dat het een gevoelig punt is. Overigens, daarnaast heb ik dan nog wel de vraag of het college überhaupt zelf ook nog mogelijkheden ziet of het aantal regels wat in zo'n APV zit, of daar nog ruimte zit om daarin te verminderen. Plato heeft ooit eens gezegd, en dat kwam vandaag weer mooi voorbij, good people don't need laws, to tell them to act responsible, and bad people will find a way around the laws. Met andere woorden, ja, misschien is het helemaal niet zo verkeerd om daar met regelmaat de stofkamers eventjes doorheen te gaan. Dus ik ben benieuwd of het college daar ook nog mogelijkheden in ziet. Was dat Plato die dat gezegd heeft? In het Engels? Sorry. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We hebben een punt van een hele andere orde. Het gaat over veiligheid op de weg. Er staat in artikel 2.13 het veroorzaken van gladheid. Dat is gereserveerd. En de vraag die ons bezighoudt is van, gaat daar nog een keer een onderzoekje naar komen van of het wenselijk is om daar ook uitspraken op te doen in de APV? En dan denken we met name aan het oogstseizoen en misschien ook wel het zaaiseizoen, waarin er wel degelijk van tijd tot tijd sprake is van gladheid op de weg en zijn er niet veroorzaakt door ijzel en door sneeuw. Een ander punt, misschien dan toch nog even reageren op een stelling van de heer Wildvang, dat destijds de coalitie dat heeft mogelijk gemaakt om die zondagopenstelling in Lemelenveld te krijgen. Wel, ik kan u uit de droom helpen, dat is niet het geval. Het was namelijk niet de coalitie. Het was een deel van de coalitie met een deel van de oppositie. Wellicht heb ik me onvoldoende juist uitgedrukt. De huidige coalitie had ik op het oog.
Dat klopt. De huidige coalitie heeft in deze erg verstandige uitspraken gedaan. Mag ik reageren op de gestelde vragen? Kan dat nu? Als u de boete heeft... Ik gewoon het woord. Ik had u niet gezien. Neem me niet kwalijk. Oké, goed. Misschien gelijk op het laatste punt even te melden. Is dat een deel van de huidige coalitie? Hè? Want ook mijn partij heeft toen verdeeld gestemd. Dus het ging zelfs zo ver. Maar goed, we hebben het voor de historici weer helemaal goed gezegd. We hebben slechts een algemene zin en opmerking over de APV, voorzitter. En dat is een beetje een lemme wat de VVD aangeeft. Deze APV is nu geschreven om het bij de rechtbank voor elkaar te krijgen. Maar hij is nadrukkelijk niet geschreven, lijkt het wel, om begrepen te worden door de inwoners van onze gemeente. Ik heb het geprobeerd, maar goeiedag. Volgens mij moet u juist helder zijn in wat je wil uitstralen en wat je zou willen als gemeente. Ik denk, pak een toelichting erbij. Dan word je nog verdrietiger van. Dus ik zou bijna zeggen, misschien moeten we met een stofkamp, maar met een betere pen, maar in alledaags taalgebruik, een toelichting gaan schrijven. Van dit willen we met gemeente. En of we dat dan moeten vastleggen, daar zijn de juristen voor. Maar om dit nou als kader mee te geven, toegankelijk voor onze inwoners, die worden hier niet wijzer uit. Meneer Schuurman, gemeente Belangen. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben het stuk gelezen en niet echt concrete vragen hierover. Wat we wel zien zijn de opmerkingen die er gemaakt worden over de openingen. We hebben ons inziens aangegeven dat we toch wat mogelijkheden willen bieden voor de ondernemers binnen onze gemeente. En daar eer mee aandoen aan de openingstijden voor de mensen die het willen, de ondernemers die het willen. En ook voor de kernen die zeggen van we hebben er geen behoefte aan op deze manier later. Dus ik hoop dat een korte antwoord is op de gestelde vraag. Oké, dank u wel. Ik denk, dames en heren, dat als het college hier had voorstellen had gedaan ter verruiming van de openstellingstijden op zondag, dat zij een politieke daad had verricht. En dat gaat het college niet doen zonder dat ze daar de opvattingen van de raad over kent. Dus als u de openstellingstijden van zondag ter discussie wilt stellen, moet u dat vooral doen. Mij lijkt het dan heel verstandig om dat te agenderen. Maar de zondagsopenstelling is nu niet geagendeerd. Nu is de APV geagendeerd. Dus, maar nogmaals, als u wilt agenderen, u gaat over uw eigen agenda. En dan zal het college ook graag aan die discussie deelnemen. Maar nogmaals... Volgens mij hebben we juist geprobeerd om alles te laten zoals het is. Maar wel, inderdaad, en dan kom ik bij het volgende punt, dat van de heer Uitslag, op een zodanige wijze dat het ook rechtmatig is. En u heeft volkomen gelijk als u zegt dat de verordening nauwelijks leesbaar is voor de meeste mensen. Maar daar is hij ook echt niet voor geschreven. Hij is geschreven voor juristen en rechters. Ik denk dat de communicatietaak van een gemeente... Die kun je niet vervullen langs de lijn van een APV. Dat moet je op een andere manier doen. Ik zal een voorbeeld geven. Als mensen bij ons met de vraag komen of ze een evenement mogen organiseren en willen weten onder welke voorwaarden, dan krijgen ze daar apart een folder over. Dan gaan we mensen niet de APV geven, want met die APV kun je niet communiceren. We gebruiken daarbij ook in belangrijke mate de modelverordeningen die de VNG ons aanreikt. We wijken wel op een aantal punten af. Maar ik zou het echt niet aandurven om het met eigen taal te gaan doen. Want ik zou, volgens mij lopen we daar dan echt bestuurlijk en juridisch hele grote risico's. Maar nogmaals, ik ben het volstrekt met u eens. Het is een onleesbaar stuk. Je zou eigenlijk bijna iedereen moeten adviseren om het ook niet te lezen. Daarmee is de communicatietaak voor de gemeente een andere, niet minder. Dus die blijft overeind staan. De discussie over minder regels, daar hebben we programma's over gevoerd in het afgelopen jaar. Ik wil ook best nog wel eens een keer nadenken of we dat nog een keer opnieuw kunnen. Maar ook als we minder regels hebben, moeten de regels wel op een adequate manier geformuleerd zijn in de APV. We hebben daar echt wel ons best in gedaan en we hebben er ook wel een paar weten af te schaffen. En we lopen daar nog bij voortduring mee rond. Het is geen eenvoudige opgave. Dit is... Op een of andere manier is het makkelijker om nieuwe te maken dan om oude af te schaffen. Het is absoluut zo.
Het punt van de veroorzaker van gladheid, meneer Nijkamp, vindt u het goed dat ik daar gewoon een keer ook anderszins op terugkom? Want hier gaat het echt om een vraagstuk wat ook, net als de zondagswet, zondagssluitingswet, apart aandacht verdient. En ik zou er nu, zonder daarover nagedacht hebben, op reageren. En ik wil er graag even eerst over nadenken. Maar ik herken het punt heel goed wat u zegt. In het oogstseizoen is het soms echt gevaarlijk door gladheid, veroorzaakt door landbouwvoertuigen enzovoorts. Maar ik ga even aan de wethouder van Leeuwen straks na afloop vragen hoe we daar een beleid op kunnen ontwikkelen. We komen daarop terug. Ik herhaal, winkelsluiting, prima als u erover wilt praten, maar agendeer het alsjeblieft apart. Ik aanvaard de kritiek van de onleesbaarheid van het stuk, maar ik wil erop wijzen dat het ook inderdaad de juridische betekenis heeft. Minder regels gaat moeilijk. Dat waren de vragen. Ik zag meneer Rooijakkers. Ja, graag een korte reactie, voorzitter. Ten aanzien van de kwestie van de winkelsluiting op zondag en het verzoek van Lemelenveld heb ik net geconstateerd dat als gemeentebelangen zoals gebruikelijk gelijk van mening is, dat we samen met de fracties van D66 en Partij van de Arbeid en de VVD wel een meerderheid hebben om het een keer opnieuw te agenderen. Dus dat zou ik dan wel graag willen, dat we daar een keer apart een discussie over hebben. Misschien gaat dat dan rechtstreeks naar de agendacommissie of hoe gaat dat, voorzitter? In elk geval, dat was mijn ene punt. Het andere punt was, ik ben het hardgrondig met u eens, dat je juridische tekst op juridische manier zo moet formuleren dat er ook goede jurisprudentie is en dat je ook zeker weet dat wat je staat, dat verdedigbaar is. En op de derde plaats denk ik, ook een beetje naar de heer Nijkamp gesproken, dat er altijd nog zoiets als het burgerlijk wetboek. En als je door gladheid een ongeluk veroorzaakt bijvoorbeeld, dat je dan aansprakelijk gesteld kunt worden. Dus ik denk dat in die zin iets is wat misschien niet in deze lokale verordening hoeft, dan dat er hoger liggende wetgeving is die ervoor zorgt dat er aansprakelijkheid is. Maar goed, dat zullen uw juristen ongetwijfeld nog beter weten. Andere. Meneer Schuurman, gemeente Laag. Dank u wel, voorzitter. Even als reactie op de heer Rooijakkers van D66. Misschien heb ik mij niet helemaal duidelijk uitgedrukt. Maar wij hebben ruimte gegeven aan ondernemers van Lemelenveld om open te zijn op de zondagen. Op een aantal zondagen in het jaar. En op dit ogenblik zien wij niet de behoefte om dat standpunt aan te passen. Dus op dit ogenblik hebben wij niet de behoefte om daar iets aan te veranderen. En ik kijk, want dat is wel eens een concrete vraag die u aan de vergadering stelt. Maar ik kijk even rond. Gemeentebelang heeft die behoefte niet. ChristenUnie heeft die behoefte ook niet. Ja, dan ben ik al op mijn meerderheid die behoefte niet heeft. Je hoeft niet verder te kijken. Ik kijk nog even rond. Andere. Punt van die gladheid heeft u overigens formele zin gelijk, maar ik weet ook niet of we het in een verordening moeten oplossen, maar het is wel een vraagstuk van verkeersveiligheid. En daar kunnen we nog wel een keer over nadenken. Meneer Uitslag? Nou, voor het punt van leesbaarheid of begrijpelijkheid, helemaal hardgrondig mee eens dat er bij de rechtbank gestand moet blijven doen. Alleen, ik ken ook juristen en zit er eentje naast u, die zeer goed Nederlands ook kunnen uitleggen wat er hoort te staan. Dus het kan echt beter. En misschien moeten we het niet zelf gaan doen, maar moeten we richting VNG maar eens een traject opstarten. Of in ieder geval een verzoek doen om dit ook zodanig te schrijven. Alles maar een toelichting, hè, wat beoogd is met de regeling. Dat het ook echt toegankelijk wordt. Dat scheelt weer een heleboel werk. Een soort APV voor dummies. Nee, maar ik ben het serieus. Het is gewoon zonder dat daar rechtsgrond aan ontleend kan worden, maar mensen het een beetje begrijpen. Oké, dank u wel voor het voorstel. Ik kijk even rond. Meneer Schuring, VVD. Ja, dank. Die dum is inderdaad met verwijzing naar het officiële stuk, dan ben je juridisch natuurlijk afgedekt, denk ik. Wat betreft die vele regels, toch nog wel een
een vraag daar achteraan, want er zijn een heleboel regels die inderdaad, nou, ik hoorde net al even, hè, gladheid, burgerlijk wetboek. Er zijn een heleboel wetten in Nederland. En ik kan me voorstellen dat op het moment als je vanuit die wetten gaat kijken, dat er op een gegeven moment een keer een uitzonderingssituatie komt, waardoor je in de APV een regel daaroverheen gaat stellen. Ik kan me ook voorstellen dat vanuit dat oogpunt bekeken er een aantal kunnen geschrapt zouden kunnen worden. Maar ik snap ook dat dat wel heel erg moeilijk is. Ze zijn ook niet voor niks ontstaan. Toch zou het fijn zijn als dat eigenlijk elke keer op het moment als een regel bij de hand genomen wordt, dat er kritisch over nagedacht wordt en dat ze mogelijk eruit gaan. En als ik het goed begrijp, betekent dat ook dat we het nu niet over de inhoud van de APV hebben. Op het moment als er een wens tot een wijziging in een APV is, dat we die eerst agenderen en dat we dan vervolgens de APV daar later op aan zullen moeten passen. Oké. Heel fijn dat u dat zo zegt. Zo hebben we dit gedaan. We hebben bestaand beleid en daar hebben we gekeken naar de juridische implicaties van de bestaande APV. En die is aangepast. Maar we hebben geen materiële wijzigingen willen doorvoeren. Dat is ook de reden waarom we dachten dat die technisch was. Het is misschien wel goed, maar ik kijk ook even naar de secretaris. Het is misschien wel goed om een keer even opnieuw te inventariseren wat we in de afgelopen jaren aan regelgeving hebben afgeschaft. Daar is namelijk het nodige wel uitgegaan, dat u daar ook een beeld bij krijgt. Want er is wel een proces geweest van 2-3 jaar, waarin de hele APV is doorgevloeid en waarin ook het nodige is opgeruimd. Dat maakt hem niet aangenamer om te lezen, maar in ieder geval dunner. Ik denk ook goed dat we ons allen weer realiseren dat een verordening de kracht van wet heeft. Wij stellen dus echt wettelijke regels op. En we zijn in die zin medewetgever op dit moment. Dus dat is ook nogal wat. Laat ik het zo maar zeggen. Dat is nogal een verantwoordelijkheid. Ik kijk rond. Is die voldoende inhoudelijk behandeld? Mag ik naar de oordeelsvorming toe? Meneer Wildfank. Ja, ik heb eigenlijk maar twee kleine dingen te zeggen. A, zijn we het er graag mee eens om hem zo vast te stellen. Ik begrijp heel goed hoe dat met die winkelsluitingswet gaat lopen. Ik wil nog wel even reageren op de heer Nijkamp, want ik vind het wel jammer dat hij het woord verstandig heeft gebruikt, omdat dat eigenlijk impliceert dat een afwijkende mening onverstandig is. Over dit onderwerp kan je verschillend denken en daarom is de ene mening niet onverstandiger dan de ander. Dus ik zou een beetje afstand willen nemen van het woord verstandig, of liever gezegd in mijn geval onverstandig, als je zegt van we zouden de winkelsluitingswet willen verruimen. Dus dat vind ik jammer, maar goed, dat is dan maar even zo. Voor het overige prima stuk. Andere? Ik kijk even rond. Meneer Nijkamp, u nog behoefte om te reageren? Even over op dat laatste. Ik weet niet de exacte bewoording die ik heb gebruikt, maar laat ik in ieder geval alle misstand mee wegnemen door in ieder geval te zeggen dat het ons verstandig lijkt te zijn wat er nu door de coalitie is vastgesteld. En dat is een persoonlijke overtuiging en daar is ook helemaal niks mis mee, lijkt mij. Dank u wel. Ik kijk verder rond. Mag ik hem in stemming brengen? Mag dat? Mag hij in beeld? Agenda punt 8, actualisering algemene plaatselijke verordening. Het voorstel is om 1 vast te stellen, de algemene plaatselijke verordening, en 2 in te trekken, de algemene plaatselijke verordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 mei 2011. We gaan het allemaal akkoord met de algemene stemmen. Dan is dat besloten, dank u wel. Dan ga ik nu naar agenda punt 9, de gemeenschappelijke regeling GBLT. En dit voorstel komt rechtstreeks in de raad. Ook hier dacht. Nou, het is een nadere uitwerking van eerdere besluitvorming. Waarmee gedacht werd dat geen behoefte bestond aan commissiebehandeling, omdat het een nadere uitwerking is. Maar dit stuk komt voor de eerste keer in de raad. Inderdaad, de veronderstelling was, meneer Rooijakkers, dat u het zou herkennen, laat ik het zo zeggen. De procedure is er weer in 2 termijnen. Dus de vraag is of iemand een informerende vraag heeft, of meerdere. Kijk even rond. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. We hebben recentelijk een rekenkamercommissierapport gehad over verbonden partijen. En naar aanleiding daarvan is eigenlijk even onze vraag van wat gebeurt er tussen 15 april en 15 juli elk jaar opnieuw. Dat is namelijk de periode waarin er sprake is van een conceptbegroting die wel aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Maar wat is in dat
in die periode de rol van de raad? Is daar misschien al iets over te zeggen of moeten we dan wachten op de toegezegde notitie over die verbonden partijen? Andere. Dat komt goed uit, want die meneer Schuring. Een blinde hoek hier. Ja. Ja, een beetje twijfelachtig, want ik heb hem zelf niet terug kunnen vinden, maar het zou kunnen zijn dat hij er wel in heeft gestaan. Er wordt in het algemeen bestuur van het GBLT een discussie gevoerd over de zeggenschapsverhouding. Staat er te lezen, waarin het algemeen bestuur voornamelijk door gemeenten in getalsmatigheid gevoerd gaat worden. En ja, ik zeg even de bekostiging bij de waterschappen vandaan komt. En dan staat erin, hiervoor is in gewijzigde regeling een voorziening getroffen. Is daar iets meer over te vertellen of had ik dat kunnen lezen ergens? Wethouder Van Leeuwen, u bent ook portefeuillehouder verbonden partijen. Dus in die zin komen de vragen mooi bij u terecht. Dank u wel, voorzitter. Allereerst even op de vraag van de ChristenUnie ingaand. Het GBLT is zich hier als bestuur ook van bewust. Dat is bij de vergadering in september ook aan de orde geweest. En zij doen hun uiterste best om in een eerder stadium al de begroting aan te bieden, zodat daar een mening over gevormd kan worden. Daarnaast hebben we vanmorgen om de tafel gezeten om over een notitie verbonden partijen te spreken, waar de Raad ook zich over kan gaan buigen op korte termijn. 100% zekerheid kan ik u niet geven, maar men is zich bewust van het probleem bij GBLT. VVD, regeling met betrekking tot stemverhouding. Ja, de waterschappen brengen het verreweg het meeste geld in. En de regeling is nu zodanig dat zij bij stemmen altijd een kleine meerderheid hebben. En dat doet ook recht aan de situatie in onze beleving. Ik kijk even rond. Meneer Schuring, is dat voldoende qua beantwoording? Overigens één ding. De voorzitter heeft daarbij aangegeven dat hij bij consensus besluiten wenst te nemen en niet bij meerderheidsbesluiten. Formeel kan dat wel. Ik kijk even rond. Meneer Nijkamp, uw vraag ook voldoende beantwoord? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien moet ik nog even verduidelijken de vraag stellen. Want de wethouder die refereert aan een moment in september. Toen was ik als gast uitgenodigd bij het bestuursberaad. En daar hebben ze daar is dit besproken en heeft men aangegeven zich zeer wel bewust te zijn van de problematiek. Welke problematiek bedoelt u dan precies? Nou, dat er gevraagd wordt om in te stemmen met een begroting van een verbonden partij, terwijl dan meestal de datum al verlopen is. Dat is volgens mij de problematiek waar u op doelt. Ja, nou, en wat je in ieder geval in dit stuk leest op, wat is het voor bladzijde? Geen idee. 13, bladzijde 13. 13-14, daar worden die twee data genoemd, van 15 april en 15 juli. Dat is de periode waarop er een conceptbegroting ligt en die gaat in ieder geval naar alle algemene bestuursleden toe. En dat is misschien ook wel het moment om daar een keer als raad over te spreken, omdat je dan nog wat invloed hebt. Want als die er één keer ligt, dan wordt de invloed wel drastisch minder. Dus u bedoelt eigenlijk dat u de conceptnota, die op het moment dat hij naar het algemeen bestuur gaat, dus voordat het algemeen bestuur die vaststelt. Ja, dat is een soort voorjaarsnota zoals we die zelf ook kennen. Oké, helder. En dat is eigenlijk een advies wat uw wethouder meegeeft voor de nota verbonden partijen in zijn algemeenheid, dan neem ik aan. Dat zou ook kunnen gelden voor ik kan veiligheidsregio en andere verbonden partijen. Moet ik het zo verstaan? Wethouder, u komt daarop terug op dit voorstel? Nou, ik heb het ook zo verstaan en ik ga daar mijn uiterste best voor doen om dat voor elkaar te krijgen. Dus het antwoord luidt ja, daar komt de wethouder op terug. Dan kijk ik even rond. Mag ik naar de oordeelsvorming toe? Iemand behoefte in dat verband? Niemand? Meneer Hof, heel kort. Het is een formalisering van hetgeen wat we begin dit jaar in gang gezet hebben. Het is juridisch door de toetsen gekomen.
vertegenwoordiging in het bestuur is goed geregeld, dus wat ons betreft akkoord. Anderen nog? Gewoon de stemming brengen? Komt u in beeld? Agenda punt 9, gemeenschappelijke regeling GBLT 2016. Voorstel, het college van burgemeesters en wethouders toestemming te verlenen om met ingang van 1 januari 2016 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling GBLT en in te stemmen met de dienovenkomstige wijziging van de gemeenschappelijke regeling GBLT. En die is daarmee vastgesteld. En dat is een bijzonder moment, want het is een belangrijk samenwerkingsverband wat we aangaan. Er is ook erg veel voorbereidingstijd in gestoken om tot dit besluit te komen. Dit was niet de eerste poging, laat ik het zomaar heel voorzichtig zeggen, om tot een samenwerkingsverband te komen. Dit was denk ik de 7e of de 8e. Het lijkt erop te gaan lukken nu. Betekent ook voor een aantal collega's van ons belangrijke veranderingen in hun loopbaan. En nou, dank voor de inbreng en veel succes daarmee. Gerben, dat wil ik even gezegd hebben. Dan is agenda punt. Dan gaan we naar agenda punt 10, wijziging grondslag rioolheffing. Dit is besproken in de commissie. Wij hebben niet heel erg veel enthousiasme geproefd, tenminste het college niet, laat ik het zo zeggen. De gemeentebelangen heeft volgens mij gezegd dat ze eigenlijk niets doen een hele goede optie vindt. En de andere fracties hebben het allemaal in beraad gehouden. Nou, mijn procedurevoorstel zou zijn even opinierend. Kijken waar u staat. Volgens mij is de informerende ronde wel afgesloten. Dus ik kijk even rond wie ik het woord mag geven. De heer Lochtenberg, CDA. Ja, de informerende ronde is wel afgesloten, maar toch heb ik nog een verduidelijkende vraag als dat mag, voorzitter. Ja, en als u hem kunt verbinden met al een voorlopige opvatting, dan zou ik dat niet behoord vinden. Nou, ik heb het verzoek gedaan aan de andere partijen om een woord voor de andere partijen, in ieder geval eens even na te denken over de gelijke verdeling van de lasten. En iedereen te betrekken die afvalwater los, of daar een mogelijkheid toe is. Dat werd staande de vergadering toch wel wat ontraden door de wethouder. Ik heb van de wethouder begrepen dat hij nog even wat nader is ingedoken in wat er nou eigenlijk kan en wat er nu al belast wordt richting de huurders, zoals ze zijn aangesloten bij woningcorporaties. En ik wil heel graag even horen of hem dat gelukt is en of hij ons als vergadering daar nog even wat extra informatie kan voorzien. Van extra. Nou, zullen we dan toch nog maar even kijken of er nog meer informerende vragen zijn? Die zijn er niet? Wethouder, geef ik u het woord. Nou, meneer Lochtenberg, het is gelukt. En op dit moment, weet u, is het zo dat we de woningbouwcorporatie aanslaan voor een eigenarendeel. En het is in principe mogelijk om, maar dat wordt dan een keuze die gemaakt wordt. Dat kan niet alleen voor woningcorporaties, dat wordt dan voor iedereen, dat je het splitst in een eigenarendeel en een gebruikersdeel. En dan zou je dat gebruikersdeel nog weer kunnen onderverdelen in klein verbruik, groter verbruik. Dus die mogelijkheid is aanwezig. Dank u. Ik zou graag naar de ordevorming willen. Wie mag ik het woord geven? Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik was er helaas niet bij tijdens de commissievergadering, zoals ik net al zei. Het leek ons aanvankelijk zo'n eenvoudig onderwerp. We hadden als raad min of meer gevraagd om een wat gedifferentieerde toepassing van die belasting. En dat wel op basis van het uitgangspunt te vervuilen betaald. En zie, we hebben er bijna een uur over zitten delibereren. En toen ik even terugkeek, was ik toch even de draad kwijt. Want nogmaals, ik dacht, eenvoudig onderwerp. En om niet opnieuw zo heel lang hierover te praten, zal ik het proberen kort te houden. En ik ben dan toch geneigd om te zeggen, nou, het voorstel is zo gek nog niet. Want de conclusie die aan het eind van de commissiebehandeling even leek op te komen, die delen wij in ieder geval zomaar niet. Want de conclusie was toen, ach, het levert de burger heel weinig op en het is te verwachten dat er gedoe overkomt. Dus weet je wat, we laten het erbij wat het was. En dan houdt het voor mij wel even op, want sinds wanneer leveren we uitgangspunten zo makkelijk in? Als een groot verbruiker een grote lozer is, dan zou ik vinden dat daar ook voor betaald moet worden.
En als burger ben ik dan niet zomaar bereid om 8 euro te betalen om de gemeente te behoeden voor wat administratieve rompslomp. Omdat die grote loze daarover gaat klagen. Dus zoals Hans ben ik van mening dat het voorstel om te differentiëren zo gek nog niet is. En dan kan het zo zijn dat we mogelijk nog moeten zoeken wat is dan de juiste grondslag. Moet je de vervuiling er niet meer in betrekken? Want dat hoor ik ook wel langskomen. Van, is die WOZ-waarde nou wel zo'n goede indicator? Zeker, daar zou je het over kunnen hebben. Maar om het te laten bij wat het is, daarvan zou ik nu willen zeggen, dat lijkt mij geen goed voorstel. Mogelijk dat alternatief 2 hier toch wel wat soelaas kan bieden. Maar volgens Hans ben ik van mening dat het voorstel goed genoeg is. Ik vat het even samen. U vindt het voorstel goed genoeg. Als dit in stemming wordt gebracht, stemt u voor. Oké. Dan kijk ik even verder. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank u. Nijburg, neem niet. Ja, we hebben er ook mee geworsteld en we zitten in bepaalde opzichten op diezelfde lijn. Dat je je afvraagt, ja, als je de vervuiler wilt laten betalen, dan moet je dus iets doen. En moet je niet laten zoals het is. En wij vroegen ons alleen af waarom de wethouder met een onderzoek komt en daarbij aansluit. Met een voorstel komt waar hij dan in principe achter staat. Tenminste, vanuit het college wordt dat voorstel meegegeven. Terwijl hij zegt, het is niet een goed plan. Vragen we ons af, wat zijn de alternatieven? En wij zouden graag hebben dat er door het college wordt gezocht naar die alternatieven. En in dat kader zouden we ook graag een motie willen indienen die misschien wel aangepast zou moeten worden. Dus misschien hebben we nog schorsing nodig, maar we willen gewoon toch in die richting, wat de heer Wildvang ook zegt, doordenken, verder denken. Ja, wat mij betreft dient hij hem gewoon in, hoor. Want dan hebben we hem op tafel. En als u hem straks nog even wil wijzigen naar aanleiding van opmerkingen van de collega's. Ja, ik heb geen moeite mee, omdat we hebben al gehoord dat sommigen zeggen van ja, maar sportclubs wil je er niet in betrekken. Nee, natuurlijk niet. We willen bepaalde clubs helemaal niet in betrekken. Dus misschien moet hij nog wat fijnmaziger worden. Breng hem in beeld, dan gaan we maar kijken. Wat mij betreft brengt u hem in beeld. Ja. Zal ik hem voorlezen? Over een komstig artikel 39 enzovoort. De Raad van de Gemeente Dalfsen, gelet op het raadsbesluit om aan de huidige systematiek een rioolheffing grootverbruik toe te voegen, vanuit het principe de vervuiler betaald. Overwegende dat dit uitgangspunt zoveel mogelijk recht gedaan moet worden, het onderzoeksrapport gedegen is, maar ongewenste en moeilijk te rechtvaardigen gevolgen heeft voor de grootverbruikers, spreekt uit dat de kleinverbruikersheffing niet verhoogd mag worden, niet verhoogd moet worden. Twee, de eigenarenheffing voor grootgebruik blijk moet geven van belasting naar rato van het gebruik van het riool. En drie, een verfijning wenselijk is en daarbij gedacht kan worden aan invoering van een staffel. Verzoekt het college een voorstel uit te werken waarin een andere systematiek wordt uitgewerkt voor grootgebruikers. De eigenaarsheffing wordt gehandhaafd. Er sprake is van een gestaffeld tarief naarmate het aantal kubieke meters verbruik toeneemt. Een invoering van de nieuwe tariefstelling ingaat per 1 januari 2017 en dit voorstel aan te bieden voor besluitvorming 2016. En dat is de motie die je indient en hij is door uzelf ondertekend. Dank u wel. En wat mij betreft betrekken we die verder bij de beraadslaging. Meneer Nijmegen, dat was uw inbreng tot zover. Dank u wel. Ik kijk even rond wie ik nog meer het woord mag geven. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja. Dank u, voorzitter. Ja, wij zijn het, zoals ook in commissie aangegeven, eens met de uitgangspunten. Vervuiler betaald. Op zich, daar naartoe werken. Eens dus met dat grootverbruikers meer naar rato gaan betalen. Het voorstel dat de CU, ChristenUnie noemt, dat komt een heel eind in die richting. Daarbij wel opgemerkt trouwens, meteen even daarop inschieten, dat u enerzijds in de inleiding aangeeft dat u de mensen naar vervuiling wilt laten betalen, naar rato. Dan in het voorstel noemt u het naar verbruik. Dat is volgens mij met elkaar in tegenspraak. Maar dat is ook juist iets wat wij juist niet willen. Dus wellicht dat u daar nog wat kunt verduidelijken, wat u daar nou, of u daar nu zo bedoelt zoals het daar staat, of dat het eigenlijk anders bedoeld is. We zijn ook blij met de toezegging van de wethouder dat grootverbruikers die veel minder aanbieden afvalwater als dat ze innemen als drinkwater, mits ze aan kunnen tonen dat ze veel minder aanbieden aan afvalwater, dat ze dan naar rato van aanbod betaald worden. Betaald door aangeslagen zullen worden, sorry.
Wij blijven wat zitten met, als je het hebt, uitgangspunt is dat gelijkheid uitgangspunt is. En uitgangspunt ook is vervuiler betaalt. Dat de huurder zelf, buiten het deel dat de corporatie voor hem betaalt als eigenaar voor het vaste recht, zeg maar. Dat de huurder zelf niet hoeft te betalen voor wat hij lost. Dat steekt eigenlijk. Ik zeg niet daar nou meteen hals over kop al die huurders met een zware aanslagen. Maar om eens na te denken of die systematiek nou niet anders kan. En om ze toch geleidelijk aan wat meer gelijk te schakelen aan ieder die lost. Daar zijn we sterk voor. Jammer dat het blijkbaar lastig wordt om milieubewuste inwoners die bijvoorbeeld hun hemelwater afkoppelen, dat die daar niet voor beloond worden. En wij willen ook niet dat eventuele kosten de baten gaan overtreffen. Dus we zitten wat te zoeken naar hoe moet het dan wel. En ik kan wel een heel eind meegaan met de inbreng van de heer Wildvang. Die aangeeft van de systematiek op zich. Hè, dat het anders moet en dat het naar raten moet, daar zijn we mee eens. Maar of het nou moet op de voorgestelde manier, dat is van ons ook maar zeer de vraag. En wat ons betreft is het zeer de moeite waard om nog eens even, met wel dat uitgangspunt van haal niet al te veel overhoop als het heel veel kosten met zich meebrengt, maar om over een paar onderdelen. Eén is dus grootverbruikersheffing. Kijken naar wat het uiteindelijk betekent voor bedrijven, moet je daar niet naar met een bijvoorbeeld een staffelwerker zoals de ChristenUnie inbrengt, om dat wat redelijker, voor gevoel redelijker te houden. En anderzijds nog eens een keer kijken van nou kun je het niet zo inbrengen na verloop van tijd dat gewoon iedereen betaalt die lost. Ik wil het voorbeeld even bij laten, voorzitter. Dank u. Dank u wel. Anderen nog? Meneer Nijburg, u werd een vraag gesteld door de heer Lochtenberg. Misschien kunt u die beantwoorden. Nou, het gaat ons, voorzitter, in de eerste plaats om de vervuiler betaald. Dus dat geldt voor klein en groot. Alleen we willen de kleinverbruiker niet onevenredig op kosten jagen op dit moment. Maar de grootverbruiker ook niet. Dus we zoeken naar een soort evenwicht daartussen. En daar zijn we blijkbaar nog niet helemaal in geslaagd om iedereen daarvan te overtuigen. Maar ik denk dat de richting, zoals de Partij van de Arbeid zegt en u zelf ook zegt, dat die aanwezig is. En volgens mij zouden we op die richting verder moeten. En misschien dat de wethouder wel in die richting een toezegging wil doen. Ja, maar het ging echt om dat verschil tussen verbruik en afvalwaterlozen. En verbruik, waterverbruiken en vervuiling. Ja. Ja, het mooiste zijn als je natuurlijk op grond van afvalwater wat je wegdoet belast wordt. Dat zou het mooiste zijn, want wij begrijpen ook wel dat je niet op grond van wat je inneemt per definitie eerlijke belasting kunt heffen. Daar hebben we moeite mee, ja. Klopt. Dus u bent dat in principe met elkaar eens. Wethouder, mag ik u... Neem me niet kwalijk, meneer Schuring. Ja, dank. Ja, we zijn eerst eens terug gaan lezen wat nou de reden was van dit stuk en waarom is het geformuleerd. En er kwam de opmerking erbij om die grootverbruikers toe te voegen. En vervolgens na aanleiding van de workshop kwam de vraag voor het reguliere deel, ik noem het even het reguliere deel, de vervuiler betaald toe te voegen. En als wij het stuk zo lezen, dan vragen wij ons af of dat ook echt zo is. Of dat we nu toch met een principe zitten waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Als dat de mening is van een ieder, dan is het prima, maar dan moeten we dat ook opschrijven. Wij staan daar wat anders in. Wat betreft de opmerking van de CDA, ben ik daar dan wel een beetje mee eens. Want op het moment dat je dan dus losgekoppeld bent van het riool, dan zou je dus theoretisch dus niet belast moeten worden. Dat kun je belonen noemen, of dan moet hij gewoon losgekoppeld worden. Dus ik snap het niet helemaal. De vervuiler betaalt, maar op het moment dat je dus niet vervuilt of niet loost, dan word je toch gelijk aangeslagen als de mensen om je heen met dezelfde WOZ-waarde. Het zal niet zo zwart-wit zijn, maar wat betreft de motie heb ik dan een vraag aan het college of het ook haalbaar is, of het ook kan. Want heel veel kerngetallen hebben we misschien wel helemaal niet. Het werd net al gezegd, van het liefste zouden we de hoeveelheid vervuiling meten en daarop belasten. Maar ja, dat is ook geen haalbare kaart. Maar kunnen we de punten zoals in de motie beschreven staan, kunnen we dat daar wel aan voldoen? Dank u wel. En meneer Royakkers, D66. Ik heb een eenvoudige bijdrage, voorzitter.
Zoals de heer Wildvank al zei, het leek een hele eenvoudige zaak, maar we praten daar in de commissie een uur over en nu ook alweer een flinke tijd. En ik denk dat dat niet voor niks is. De vervuiler betaalt, gelijkheid, evenredigheid, moeten de huurders wat doen, hoe zit het met groot verbruik, moeten sportverenigingen wel of niet, bejaardenhuis wel of niet, vinden we het fair als iemand van 300 euro naar 10.000 euro gaat, enzovoort, enzovoort, al dit soort vraagstukken. Die liggen in deze nota en er kwam nog bij dat tijdens de commissiebehandeling de verantwoordelijke wethouder zei dat hij eigenlijk ook wel een stiekem een voorstander was om niks te veranderen. Dus om deze notities zoals die hier ligt nu in stemming te brengen, daar zou ik echt tegen zijn en ik zou een voorstander van zijn om het terug te leggen bij het college. En ik denk dat dat ook de inhoud is van de motie van de ChristenUnie. Dus ik wil alvast zeggen dat ik die inhoud vast wel ondersteunen, voorzitter. Dank u wel. Meneer Jutte nog, gemeentebelang. Ja, ik wil daar ook wel even op reageren. Maar ik mis nog wel een paar dingen. De sportverenigingen worden genoemd, maar er zijn veel meer instanties die nadelige gevolgen van zullen hebben. Te veel in onze ogen. Onder andere dit huis zou behoorlijk zwaarder belast worden. Cultuurhuizen, sporthallen, allemaal. En dan denk ik dat daar de kosten voor de baat uitgaan. Wij geven subsidie aan die instellingen en we pakken het op deze manier weer terug. Dus op zich kan ik daar ook niet achter staan. Daarnaast staat er in een stuk dat er ook dat de hoeveelheid rioleringswater eigenlijk verwaarloosbaar is. Ten opzichte van wat er allemaal binnenkomt. En dat eigenlijk veel meer opgelet moet worden wat het CDA ook al zegt. Het afkoppelen van regenwater, het promoten van minder drinkwaterinname. Dus daar zijn wij eigenlijk voor om daar meer naar te kijken. Dus ik kan me voorstellen dat dit heel verwarrend is. Aan alle kanten wordt er wat gezegd en een mening gegeven. Maar om er een duidelijk besluit van te maken, dat kan ik op dit moment ook niet. Dus ik kan het voorstel wel steunen van meneer Rux. Dank u wel. Wethouder, ik ga u in de gelegenheid geven om te reageren. Maar ik constateer op voorhand dat deze raad geen zin heeft eigenlijk om dit voorstel aan te nemen. Tenminste, dat is de conclusie die ik nu op dit moment trek. Wat dan wel is een ander punt. Daar heeft de heer Nijburg een aftrap voor gegeven. Maar misschien heeft u daar zelf ook ideeën over. Nou, het begint zo langzamerhand een speurtocht in de mist te worden, voorzitter. Misschien dat het goed is dat ik eerst even iets over de motie zeg. In de motie worden wat begrippen in mijn beleving door elkaar gehaald. In zijn algemeenheid hoor ik bij eigenlijk alle fracties dat men, misschien met uitzondering van gemeentebelangen, maar de andere fracties dat men zegt, ja, de vervuiler betaalt, is wel het principe waar wij achter kunnen staan. In de motie heeft u het over een kleinverbruikersheffing. Wij hebben op dit moment geen kleinverbruikersheffing. Dus daar zit al een stukje. We hebben ook geen grootverbruikersheffing. We hebben een heffing. En die is gebaseerd op eigendom, eigenarenheffing. CDA zegt, ja, wij vinden eigenlijk dat je naast een eigenarenheffing ook een gebruikersheffing zou moeten hebben. Nou, dat zou een mogelijkheid zijn, maar dan moet je dat voor iedereen moet je dat gaan invoeren. En het is ook niet mogelijk om voor één groot verbruiker, meneer Jutte, een beleid op te gaan stellen. Dat mag gewoon niet. Het loskoppelen van het riool, daar heb ik vorige keer al op gereageerd door te zeggen van ja, maar zo eenvoudig is loskoppelen van een riool niet. Ja, dat is op zich is dat eenvoudig. Maar dan zul je een infiltratiebed moeten maken, want anders dan stroomt het zo naar de gemeentelijke riolering en komt het er alsnog in terecht. Dus ook dat lijkt eenvoudig en is in de praktijk wat lastiger. Bedrijven die nu op een bedrijventerrein zich nieuw vestigen, daar worden berekeningen gemaakt van wat is het dakoppervlak, hoeveel liter water komt daarop terecht. Dus wat voor voorziening moet je treffen in de grond voor een infiltratie. En dat zou dus bij deze woningen dan eigenlijk op eenzelfde manier moeten gaan gebeuren. Hoeveelheid vervuiling belasten kan niet. Ja, dat klopt. Dat hebben we vorige keer ook met elkaar geconstateerd. Dat zou het mooiste zijn, maar dat mag dus ook al niet. Met andere woorden, het is een moeizame speurtocht. De strekking van de motie begrijp ik. En
Het is misschien, maar goed, dan zal toch de raad zich moeten uitspreken daarover. Als die de opdracht verstrekt, die zegt van nou, nee, dit stuk sturen we terug en u wordt vriendelijk verzocht om het huiswerk over te doen met toch in het achterhoofd de vervuiler betaald en daarbij voor een deel eigenaren, een deel gebruiker en dan bij die gebruiker een stuk grootverbruik erop te zetten, gestaffeld, wat ook in het voorstel al zat, maar wat u in uw motie ook nog een keer benadrukt. Als dat de opdracht is, dan ben ik daar gaarne toe bereid om die te aanvaarden. Dan is de opdracht, mag de motie terug in beeld? Misschien, G4. Dank u wel. Ik versta hem zo, meneer Nijburg, en verbeter mij als ik dat niet goed doe. Er is geen kleinverbruikersheffing, maar wat u daar zegt is dat u niet wilt dat kleinverbruikers met hogere kosten komen. Dat is wat u daar zegt, toch? Nou, het gaat om onevenredig hoge kosten, maar dat geldt ook voor die grootverbruiker. Ja. Dat is een woord van tachtigvoudiging of zo. Ik lees dus dat hier staat, uitgangspunt is kleine verbruikers moeten niet met hogere kosten komen te zitten. En grote verbruikers moeten niet met onevenredig hogere kosten komen te zitten. En dat is het feit in het kader wat meegegeven wordt. En eigenlijk wordt u gevraagd om vanuit die twee uitgangspunten opnieuw naar het voorstel te kijken. Dan zou ik wel graag weten, voorzitter, wat de raad onevenredig hoge kosten vindt. Ja, dat gaat u nu niet te horen krijgen, want dan hebben we het voorstel op tafel. Dus dan zult u eerst als college moeten vaststellen wat u onevenredig hoog vindt. En dan zal de raad het daar vast niet mee eens zijn. Ja, voorzitter, op dit moment gaat het over een vertachtigvoudiging in bepaalde opzichten. En dat vinden we gewoon te veel. En als je dat in drie fasen doet, dan is het nog te veel. Dus dat kun je gewoon niet maken. En volgens mij daarna kun je erover spreken. Precies, en de raad heeft ook nog aangegeven dat ze zou willen, volgens mij, dat maatschappelijke organisaties worden uitgesloten van die verhoging. En zo heb ik nog een paar dingen gehoord. Dus de vraag is, kunt u daar wat van brouwen, ja of nee? En de vraag is of de raad het geduld heeft om daarop te wachten. U heeft behoefte aan een schorsing, wethouder? Ik denk dat het goed is om even een korte schorsing te hebben. Nou, dan gaan we dat doen. Dan combineren we die schorsing ook met de koffiepauze, als u dat goed vindt. En kunnen wij dan gewoon proberen zo rond 8:45 terug te zijn? Dat halen we nooit helemaal, maar zullen we het proberen? Dan schors ik de vergadering. Ik ga door willen gaan naar agenda punt 11, nota grondbeleid. In de commissie heeft daar geen opinierende discussie over plaatsgevonden, omdat u door de bomen het bos niet kon zien, laat ik het zo maar zeggen. Volgens mij heeft u een notitie ontvangen waarin precies is aangegeven wat waar is veranderd. Ik hoop dat dat nu wel overzichtelijk is en duidelijk voor u. Gewoon twee rondes. Ik begin met informeren. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Wilfank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik was een van degenen die toen zei dat het handig zou zijn geweest als er een nota van wijzigingen bij zou zitten. Nou, die ligt er nu. Waarvoor hartelijk dank. Ik denk dat het heel plezierig is om het op deze manier in ieder geval nu te kunnen behandelen. Ik houd me ook even aan die nota van wijzigingen. Dan begin ik even met het punt waar het gaat over. En dan ben ik geloof ik op pagina 2. Ik zal er even voor de duidelijkheid erbij zeggen. Wanneer? Dat is nog op de eerste pagina. En dan staat er, de gemeenteraad wordt betrokken bij grondaankopen door het college via het beschikbaar stellen van krediet. Nou ben ik daar niet principieel op tegen, maar dit is wel echt een wijziging. En ik zou me toch echt ook kunnen vinden in een vorm waarbij het college wat meer de ruimte krijgt om daar zelf het besluit te nemen. En dat zou dan kunnen door niet de grondaankoop, maar wel het verzoek om de benodigde middelen beschikbaar te stellen. Op geregelde, gezette tijden hier in de raad te hebben. Dus niet specifiek verbonden aan een aankoop, maar in zijn algemeenheid. Want als elke grondaankoop nu hier in de raad komt, dat zou ik toch ook wel een lastige vinden. Maar goed, dat is mijn eerste punt. We zijn het helemaal eens met het terughoudend om willen gaan met bouwclaimafspraken, voorkeur voor de vrije verkoop. Daar zijn wij ook steeds voorstander van geweest. Het uitgiftesysteem wordt er vervolgens gezegd, wordt door het college vastgesteld. Nou, dat
lijkt me nog net iets wat je in de raad zou willen doen. Het uitgiftesysteem, datgene wat je als regels hanteert om grond aan burgers uit te geven, daar zouden wij nog net van willen zeggen, doe dat nou even in de raad. Ja, voor het overige kunnen wij wel akkoord gaan met datgene wat er ligt. Meneer Nijburg, precies. Ja, voorzitter, dank u wel. In de eerste plaats zijn we ook blij met die nota van wijzigingen. Dat geeft toch wel inzicht in wat er allemaal is meegenomen. En dat heeft het duidelijk gemaakt. Vervolgens sluiten we aan bij de Partij van de Arbeid. Die vraagt naar die 2 miljoen. Moet je daar elke keer voor terug naar de raad? Heeft het college voldoende armslag? Dat is eigenlijk een vraag van ons. En als dat zo is, dan kunnen we daarmee leven. En verder hebben we geen vragen op dit moment. Dank u wel. Verder... niemand? Wethouder, mag ik u het woord geven? Wethouder van Leeuwen. Ja, die eerste is er ingekomen omdat wij een zeer terughoudend beleid hebben met betrekking tot het aankopen van gronden. In het verleden, Dalfs is altijd al daar vrij terughoudend in geweest. Daardoor hebben we ook gelukkig niet al te grote grondvoorraden. Als de Raad ons wat meer armslag wil geven, dan is dat prima. Maar om jaarlijks elke keer 2 miljoen daar beschikbaar voor te stellen, is ook wat overdreven. Dus dan zit ik even te zoeken naar een vorm. Het uitgiftesysteem. Ja, ik ben benieuwd wat de anderen daarvan vinden. Wethouder, help me even, want ik vroeg ook aan de griffier. Het kan zijn dat ik me vergis, maar het uitgiftesysteem is toch door de raad ingetrokken? Dat besluit is toch al genomen? Of vergis ik mij nu? We zijn op zoek ernaar, hoor. Er is een wijziging, er is inderdaad een wijziging besloten. Maar of dat gedelegeerd is aan het college, dat kan ik nu niet. Oké. Okay. Reproduceren. Ik weet wel dat het uitgiftesysteem gewijzigd is. Nou, laten we er even naar op zoek gaan. Ander nog naar aanleiding hiervan. Meneer Rooijakkers. Ik wil nog heel even reageren op het punt van de heer Wildvang ten aanzien van die 2 miljoen en ook van de ChristenUnie. En het antwoord daarvan van de wethouder. Aan de ene kant heb je natuurlijk het feit dat je zorgvuldig wil omgaan met dat je niet te veel grond wil kopen en geen overhaaste besluit wil nemen. Aan de andere kant wil je ook niet als raad voor ieder stukje overleg. Nou is het zo dat aankoop van grond, dat is een delicate zaak. Daar moet je vertrouwelijk mee omgaan. Dus ik kan me best voorstellen dat je niet over iedere grondaankoop het in de raad legt. Maar dat je misschien op het moment dat er plannen zijn... vertrouwelijk met de raad overlegt over de plannen als totaal en dan vervolgens mandaat krijgt om de grondaankopen dan ook ieder individueel uit te voeren. Dat lijkt me een goede zaak, maar dat is iets meer langere termijn gedacht, denk ik. Voorlopig hebben we denk ik even grond genoeg, maar dat zou ik even mee willen geven, dat je op die manier misschien praktisch kunt zijn en de raad wel in kunt schakelen. En ik denk dat het inderdaad zo zal zijn dat het systeem van de uitgifte, dat wel iets is wat bij de raad ligt en dan vervolgens de uitvoering bij het college. Want anders dan zitten we wel met elkaar hier, ons druk te maken over details, als we niet over het systeem kunnen spreken. Oké. Wethouder, ik geef nu even de... ruimte weer om te reageren. En wij zoeken hierdoor naar de besluitvorming over het uitgiftesysteem. Waarbij er een verschil is tussen uitgifte bouwgrond, wat we net hadden, en wat anders. Maar we kijken maar even verder. Nou, ik neem de suggestie van de heer Rooijakkers graag over. Om de raad wel mee te nemen bij grond aankopen en daar dan mandatering te vragen om dat af te ronden. Ik ben met u eens dat je dat niet bij elke grondaankoop zou moeten willen. Het gaat hier om de grotere projecten. Daar zijn vooralsnog geen plannen voor. Daar kan ik u gerust in stellen. En ook zeker voor wat betreft de bedrijventerreinen, gelet op de ontwikkelingen in de provincie, op provinciaal niveau, zie ik daar in de toekomst ook weinig meer gebeuren. Dus dan zal het hooguit een keer op het gebied van woningbouw gaan. Ja, daar hebben we op dit moment meer dan voldoende voorraad. Dus ook daar verwacht ik de eerstkomende 4-5 jaren geen
bijzondere zaken eigenlijk. En dan hoop ik dat ik het nu heb volgepraat, zodat u het... Het uitgiftesysteem voor bouwgrond is ingetrokken op het voorstel dat toen is behandeld in de raadsvergadering van 13 december. 27 januari 2014 dan. En het voorstel is van 10 december, dus met algemene stemmen aangenomen. Dat doet niks af aan uw opvatting, maar de werkelijkheid op dit moment dat is deze. En als u daar iets aan wilt veranderen, dan kan dat natuurlijk. Maar de werkelijkheid op dit moment is dat het besluit tot intrekking van het uitgiftesysteem genomen is 2 jaar geleden. Ik weet het nog. Dat is geen nieuw systeem, nee. En jawel, maar de discussie, en ik wil hem graag terughalen, maar misschien moeten we dat dan echt niet nu doen hoor. Maar de discussie die toen gevoerd was, was dat wij een systematiek hadden van uitgiften die bijvoorbeeld eigen burgers bevooroordelen, wat gewoon wettelijk niet mocht. En waarmee we ook onszelf in de voet schoten, bijvoorbeeld bij de uitgifte van complexen. En toen is besloten om dat systeem in te trekken. Er is inderdaad geen ander systeem van de plaats gekomen. Maar wethouder, is het goed als wij dit nog even heel goed uitzoeken? Hoe de stand van zaken op dit dossier is, want dit doen we nu ook alleen maar even op basis van ons eigen geheugen. En we kunnen daarbij altijd nog de raad even opnieuw informeren daarover, toch? Maar dat kan dan toch schriftelijk, denk ik, na de vergadering. Ja? Ja, dat lijkt mij geen enkel bezwaar tegen te zijn, waarbij er wel een verschil is tussen uitgifte van bedrijfsgronden en woningbouw. Want... Dat is ook de reden waarom ik zeg, laten we het even goed uitzoeken. Akkoord. Dus mijn voorstel zou zijn dat punt van die uitgifte, dat zoeken we goed uit. We informeren u daar schriftelijk over en als u dan behoefte heeft om het te agenderen, en dan gaan we dat doen. Is dat akkoord? Dat is een toezegging van de wethouder, voor alle duidelijkheid. Ja? Ik vraag me af of alles dan voldoende behandeld is op dit punt. Ja, meneer Hof, gemeentebelangen, mag ik u het woord geven? Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hadden geen vragen, maar ik had wel behoefte om er iets van te zeggen. Ik sluit me volledig aan bij de vraag die de heer Rooijakkers stelde met betrekking tot de mandatering voor aankoop. Het lijkt me niet helder of niet verstandig dat wij voor een kleine inbreidingslocatie als gehele raad daar een beslissing over moeten nemen. Maar als het gaat over toekomstige uitbreiding, strategische gronden, dan lijkt me dat dat via de raad zou moeten. De opmerking met de uitgifte kavels, dat wachten we even af. En als dat iets geweest is wat gewoon juridisch niet kon, dan moeten we dat als raad natuurlijk niet willen. Grondbeleid is in beginsel een hulpmiddel om de huisvestingsvraag van inwoners en bedrijven deels in te vullen. Nota grondbeleid die geeft wat ons betreft voldoende ruimte en mogelijkheden om het economisch beleid en nieuw vast te stellen woonvisie te ondersteunen. We praten niet voor niets over het grondbedrijf en dat vraagt ook zeker een bedrijfsmatige en ondernemende aanpak. En het hele stuk is er ook een beetje op gericht dat we de vraag nog beantwoorden van joh, wat vinden we nu van die actieve grondpolitiek. We zijn van mening dat die actieve grondpolitiek, dat een businessmodel is, als je dan toch over bedrijfsmatig aanpakken spreekt. Dat het een businessmodel is, dat past bij de ambitie, de schaalgrootte en ook zeker de financiële positie van de gemeente Dalfsen. Een behoudende inkoop, voldoende voorraad en zorgvuldige uitgifte, dat is eigenlijk op dit moment aan de orde. Het voorraadbeheer hebben we daarmee in de hand. We zijn voldoende aantrekkelijk voor de afnemers van kavels voor woningbouw en zijn ook in staat om maatwerk te leveren voor de grotere bedrijven op het bedrijventerrein. Dat gaat, vind ik, opvallend goed. Getuigd van een gezonde bedrijfsvoering, onze administratieve en onze administratie en onze financiën die zijn op orde. En ik zou bijna zeggen, door de fiscale onzekerheden die we vanuit de VBB hebben, begint het zowaar op een echt bedrijf te lijken. Wij zijn tevreden met de nota en kunnen daar mee instemmen. Dank u wel, meneer Hof. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Ook onze fractie kan zich in grote lijnen vinden in het gevoerde beleid. We zijn wel iets kritischer dan onze voorganger net. De gemeente kiest grotendeels voor actieve grondpolitiek en constateert tevreden dat de grondexploitatie goed draait op grond van particulier initiatief. Onze fractie heeft de vorige keer in 2011 gevraagd om een risicoparagraaf en de wethouder zou uitzoeken of een link met de jaarrekening kon worden gemaakt.
Inmiddels kennen we de paragraaf grondbeleid. Prima, voorzitter. Toch willen we kanttekening plaatsen bij het succes van dat particuliere initiatief. Want de verkoop van vrije kavels ligt nog redelijk op schema volgens het college. Maar het particuliere initiatief wordt buiten de activiteiten van de woningcorporaties echter voor een flink gedeelte ingevuld door projectmatige ontwikkelingen. Kijk naar de Wegdijk, kijk naar het Waterfront, kijk naar de noviteitwoningen in Nieuw-Leuzen en de bonuswoningen in de Nieuwe Landen. De verkoop van vooral de duurdere percelen aan onder andere Imkelaan en Koesteeg in Dalsen, Nieuwlandstraat, woeste gronden, voormalige struikgronden, verloopt uiterst traag. Ook de verkoop van vrije kavels in de rest van de Nieuwe Landen 2 loopt niet. Dus dat dat particulier initiatief nou zo goed loopt. Ik wil toch een poging doen aan te zetten tot mogelijke verbeteringen. En we roepen de wethouder op om de haperende verkoop van de vrije kavels aan particulieren te onderzoeken. Want graag zouden wij meer zicht krijgen op zaken als waarom worden die kavels niet verkocht? Zijn er verschillende redenen in de verschillende kennen? En loopt die verkoop aan particulieren in de plaatsen om ons heen dan wel? Waar gaat het nou goed en waarom? De verkoop heeft duidelijk ondersteuning nodig, maar we hebben de indruk dat het college niet echt weet hoe dat aan te pakken. Ik verzoek u om de resultaten van zo'n onderzoek aan deze raad aan te bieden, zodat wij ze onder andere mee kunnen nemen bij de behandeling van het economisch beleid. Dan over de verkoop van bedrijventerreinen. Wij vragen opnieuw aandacht voor de vestigingsmogelijkheden van nieuwe ondernemingen. En u hebt al aangegeven, meneer de wethouder, dat er een paar kernen zijn waar al een bedrijfsverzamelgebouw aanwezig is. En wij roepen u op om dan ook eens te kijken van nou, is dat een bedrijfsverzamelgebouw in de zin van dat een startende onderneming daar nou ook echt ontzorgd wordt. Dat die makkelijk aan kan sluiten tegen weinig kosten. En zoiets zou eigenlijk in elke grotere kern van onze gemeente aanwezig moeten zijn. En in ieder geval in Leemderveld is hij niet. Dus zou u eens willen kijken van of ook daar zoiets mogelijk is. Voor de rest nogmaals eens met gevoerde beleid, maar wel een aantal puntjes waarvan wij hopen dat u voldoende aanleiding ziet om daar nog verbeteringen uit aan te jagen. Dank u wel. Meneer Nijburg. Dank u voorzitter. Ja, enkele opmerking. Wij zijn het eens met de visie op die actieve grondpolitiek, maar zeggen wel ja, voorzichtig en verantwoord verwerven. Maar dat staat volgens mij ook in het stuk. Flexibel omgaan met bestemming en uitgifte, daar moet er zeker ruimte in zitten. En nog één opmerking over de inbreidingslocaties. Daar wordt soms heel makkelijk mee omgegaan. Ook al ligt het in de handen van het college, zeggen wij toch, ja, als je het groenste dorp bent, blijf dan ook het groenste dorp en ga niet elke inbreidingslocatie helemaal vol zetten met gebouwen. Maar volgens mij hebben we daar ook afspraken over gemaakt. Maar ik wil er nog een streepje onder zetten. Dank u wel. Dat is iedereen? Meneer Wildfank? Nee? Meneer Rooijakkers? Dank u wel, voorzitter. Wij zijn wat minder bezorgd over onze grondposities. Laten we het uitgeven, maar ik vind het voorstel van de heer Lochtenberg ook wel aardig om een soort benchmarking te doen. Van, loopt het dan sneller bij andere gemeentes als je het hebt over duurdere kavels? Of is het gewoon een effect van de zaak die we een aantal jaren achter ons hebben en verwachten dat met het aantrekken van de woningmarkt die in het Westen gestart is, dat hier zijn inhaalslag wel zal maken? En verder heb ik bij de behandeling in de commissie geconstateerd dat er sprake nog was van subsidie voor de duurzame bouw, maar dat ik later heb begrepen dat het een revolverend fonds zou zijn, een lening. En misschien dat het goed is om dat nog even kort te bevestigen voor de notulen. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Schuring, VVD. Dank voorzitter. Ja, regie houden met betrekking tot bouw in de gemeente, ook noodzaak omdat het bijvoorbeeld in de provincie nog zeggenschap heeft. Dat lijkt me helder. Actief beleid kan dan risico's met zich meedragen zoals er beschreven staat. Maar ik denk dat geen actief beleid daarom zeker ook een risico draagt. En ik denk dat er een mooi evenwicht gevonden is. Nou ja, woorden als actief, terughoudend, gefaseerd bouwrijp, flexibel, snel inspelen op veranderde wensen, strak risicomanagement. Ik denk dat dat allemaal steekhoudende woorden zijn waar we achter kunnen staan. Ik wil dan ook het college niet op de uitvoer van de uitgifte voor de voeten gaan lopen. Maar ja, daar waar het strategisch wordt, is het natuurlijk een ander verhaal. Maar
kan me haast niet voorstellen dat het college die mening niet deelt. Het zou haast vanzelfsprekend zijn, denk ik. En we hopen dat we dat ook in een stuk terug kunnen vinden. We horen en lezen wel wat andere geluiden met betrekking tot de resultaten van de verkoop. Ik ben wel benieuwd hoe het college daar zelf in staat. Ik sluit me wel bij de opmerking van de heer Lochtenberg aan. Daar zouden we wel graag wat meer over horen. En een benchmark ten opzichte van andere gemeentes is natuurlijk een hele mooie manier om inzicht te krijgen. Wethouder, aan u de opdracht om al deze vragen, maar opmerkingen, vooral kanttekeningen, ook nog een keer een plek te geven. Nou, gelukkig niet, want het gros van de opmerkingen betreft toch de portefeuille van collega Agricola. En niet zozeer het grondbeleid, voorzitter. En hij heeft ook al aan mij verzocht of hij daar zo even op mocht reageren. Dus via mij dat verzoek naar uw kant toe. Voor wat betreft de uitgifte van bedrijventerreinen, waar ik dan verantwoordelijk voor ben, zullen wij terugblikkend op 2015 het een gedenkwaardig jaar noemen. Dat is op zich een hele prima opmerking aan het eind van een aflevering in een spannende Amerikaanse serie. Maar misschien kunt u daar een fractie meer over zeggen. Nou, wij hebben, dat heb ik al eerder gememoreerd, in de Grift hebben we gronden verkocht. En we zijn ook in vergevorderde stadium op een andere plek in de gemeente. En als u nou even wacht tot volgende week maandag, als ik het goed doe uit mijn hoofd, dan komt dat ook in de publiciteit. U verwacht daar nog goed nieuws. Wethouder Agricola. Ja, voorzitter. Ik ben positiever als meneer Lochtenberg. Meneer Lochtenberg vond ik zeer negatief. Meneer Lochtenberg, Nieuwlanden 1. Er liggen nog 2 vrijstaande kavels aan de Nieuwlandstraat. Met 1 worden vergaande gesprekken gevoerd. Nieuwland 2 worden met verschillende mensen gesprekken gevoerd voor een vrijstaande kavel. Hoonhorst, 1 vrijstaande kavel verkocht. Dallersen, Imkerlaan, 2 vrijstaande kavels verkocht, meerdere kavels in opties. Kampmansweg, 3 kavels nog, alle 3 verkocht. Nieuw-Leuzen, 1 verkocht, inmiddels al gebouwd. En we zijn in gesprek met verschillende partijen die ook interesse hebben in een vrijstaande woning. Maar er is wel een trend. De natuurlijke grens voor iemand die een vrijstaande kavel bouwt ligt rond die 5 ton. Daar wil men niet boven komen. En daarna zie je dat mensen niet meer zoveel grond willen hebben. Dus wat dat betreft kleine kavels grond. Wat zie je met bestaande bouw? Vrijstaande woningen is minimaal handel in. Het is ook afhankelijk van de prijsstelling. De duurdere vrijstaande woningen die gaan niet. Goedkopere vrijstaande woningen gaan wel. Daarnaast hebben wij een lijstje. En ik wil u niet vertellen hoe groot het lijstje is. Want dan zult u schrikken van het aantal mensen die graag willen bouwen in Oosterdalsen. We hebben ook niet voor niks, en daar hebt u bij spreken eens ook met u gedeeld, dat wij in Nieuw-Leuzen een deel willen herverkavelen naar 2 kappers, omdat daar ook vrijstaand, omdat daar ook vraag naar is. Vrijdag is in Nieuw-Leuzen een avond geweest voor de gasloze woningen, een tweede tranche, 7 woningen, redelijk veel belangstelling en al zover dat ze ook al met financiers in gesprek gaan. Dus wij zien dus die toekomst optimistisch en positief tegemoet. Dat is wat ik graag als aanvulling aan de raad wil zeggen. Dat is mooi, maar de discussie verschuift als ik niet oppas van het grondbeleid naar het woningbeleid. En ik kwam toch graag bij het grondbeleid houden. Meneer Lochtenberg, u treft een optimistische wethouder voor u. Die aankondigt, 2 wethouders eigenlijk, die aankondigen dat er binnenkort veel goed nieuws te verwachten is. Heeft u nog zo lang geduld? Ja, maar zo is het.
Nou ja, het is maar hoe je geduld in gaat vullen. Dit klinkt ons als muziek in de oren, wethouder. Dus wat dat betreft, het is heel veel nieuws, denk ik, wat ook nog onder de pet zat. Ja, ik ben blij dat u hem nou even afzet. Dat we in ieder geval u dat in ieder geval met ons deelt. Dat u uw positieve kijk op de toekomst op de korte termijn. Dank u. Nou, u heeft de verwachting wel hoog gespannen nu, heren wethouders. Dus u heeft het waar te maken in de komende weken. We verwachten het een en ander voor de kerst, zullen we maar zeggen. Ik kijk even rond en ik vraag me af of ik de discussie mag afronden nu langzaam maar zeker. Mag ik dat? Ja? Mag ik naar de besluitvorming toe? Mag u in beeld? Agenda punt 11, nota grondbeleid. Voorstel in te stemmen met de uitgangspunten zoals deze zijn vastgesteld in de nota grondbeleid en deze als kader voor de aankomende periode van 4 jaar, 2015-2020, vast te stellen. En 2, het gemeentelijke actieve grondbeleid voort te zetten. Stemt u daarmee in? Doet u dat allemaal? Ja? Dan is die aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 12. Vaststelling besluitlijsten 26 oktober 2 en 5 november. Ik begin met de besluitlijst van 26 oktober, mag ik die vaststellen? Kijk even rond. De algemene stemmen. 2 en 5 november, doe ik me alle twee tegelijkertijd, is dat ook goed? Ja? Dan is dat gedaan. De agenda punt 13, ingekomen stukken en mededelingen waarbij ik u zou willen melden dat er een nagekomen mededeling is en die zouden wij graag aan het eind van de vergadering willen doen in een vertrouwelijke setting. En mijn vraag nu is of dat akkoord is. Dat zeg ik nu wel vast. Maar dat weet ik wel. Nou, ingekomen stukken. Meneer Hooyakkers, D66. Er is een ingekomen stuk, voorzitter, van plaatselijk belang Oud-Leuzen. En omstreken waarschijnlijk, EO. Van 9 november over de N340. En dat gaat over serieuze dingen. Zoals over de verkeersveiligheid voor fietsers en oversteken. En landbouwverkeer en al dat soort dingen. En daar staat als advies voor kennisgeving aannemen. En ik zou u willen vragen om dat met warme belangstelling en heel positief ter kennisneming aan te nemen. En om er wat mee te doen. Want ter kennisgeving aannemen, dat kan op heel veel verschillende manieren. Dank u wel. Wethouder, wilt u iets meer doen dan dat ambtelijk aannemen, maar ook gewoon met warmte naar kijken, welwillendheid? Dat is het goede woord, denk ik, hè? Ja, voorzitter, dat is gedeeltelijk al gebeurd vanmorgen in een overleg met de ambtelijke afdeling. Dat is een aanleiding van een ambtelijk overleg met de provincie. En wij hebben een reactie voorbereid waarin wij onder andere de brief van plaatselijk belang Oud-Leuzen betrekken. Dank u wel. En ik griffier wijs me dat terecht op, maar dat weet u allemaal wel. Het advies is altijd gericht aan de raad, hè, om er kennis van te nemen. En dan is het ook altijd goed als de raad even tegen, zoals in dit geval, tegen de wethouder zegt. Kijkt u er even goed naar. Andere punten nog. Meneer Wild van Partij van de Arbeid. Ja, dan heb ik zo'n zelfde opmerking te maken van meneer de wethouder, kijk er nog even goed naar. Er is een brief binnengekomen die zich richt op de straling van draadloze communicatie. Daar is natuurlijk al eindeloos veel gesoebat over geweest, over de vraag of en in hoeverre dat dan wel schadelijk zou kunnen zijn. Maar heel geleidelijk aan begint zich toch wel een beetje af te tekenen dat het niet helemaal zonder zorg kan zijn, dit punt. En ik zou dus de wethouder willen vragen om er toch even goed naar te kijken in hoeverre wij hier iets mee kunnen en of moeten doen als gemeente Dalfsen. En het niet op het stapeltje leggen. Ook hier wordt gevraagd om serieuze aandacht. Probleem is even wie hier, is dat gezondheid, welzijn? Of? Dat lijkt mij volgens gezondheid, als het gaat om gezond. Ja, ik ben bang van wel. Ik communiceer het meest draadloos waarschijnlijk. Waarschijnlijk dat ik dan aangewezen word als de verantwoordelijk wethouder. Maar dit is een verzoek. Zoals met alle ingezonden brieven, bekijken we die serieus. En ook in dit geval zullen we dat zeker ter harte nemen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik hem nog niet als zodanig heb beschouwd. Maar uw verzoek wil ik graag honoreren. Dank u voor dit attenderen van de wethouder. Anderen nog?
Mededelingen? Niet? Mag ik naar een schorsing toe, laat ik het zo maar even noemen, zodat we even het besloten deel kunnen inrichten. En dan schors ik voor een paar minuten de vergadering. En dat betekent inderdaad dat iedereen die niet uitgenodigd is, weg moet wezen. Valt het niet onvriendelijk op, maar dit zijn nou eenmaal de spelregels.